Yo gasten van AlwaysNormalNL, mijn naam is Barend en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we weer verder met de tutorial series, namelijk vandaag ga ik jullie de treflip leren. Yes, de treflip is een best wel makkelijke, maar toch ook hele moeilijke truc. Waarom dan? Omdat het is best wel moeilijk om deze truc consistent te landen. En daarom ga ik jullie vandaag de techniek leren om deze trick goed uit te kunnen voeren. Maar Barend, wat moet je allemaal doen om deze truc te kunnen dan? Nou, het is heel simpel, we doen een kickflip, maar tegelijkertijd ook een 360 met een boordje. Wauw, dat ik wil dat je me dat leert. Dat ga ik dus nu doen, daarom zijn we hier. Maar waarom praat je dan tegen jezelf? Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Zullen we maar gewoon beginnen dan? Ja, ik weet ook eigenlijk niet wat ik hier aan het doen was, oké. Yes, laten we gewoon de tutorial ingaan. Ik breng jullie even wat dichterbij, zodat jullie goed kunnen zien wat de treflip nou eigenlijk is. Alright, de treflip is dus een 360 en een kickflip. En voordat je deze truc gaat leren, is het natuurlijk heel belangrijk om die twee trucjes te kunnen. De kickflip, de tutorial, die heb ik al online staan. Link staat in de beschrijving, net als alle andere tutorials trouwens. En de 360 flip is een shove-it, maar dan dus een complete rotatie. Wat doe ik nou anders, waardoor ik dus wel consistent mijn treflip land? Want eigenlijk is het een trucje die je waarschijnlijk als een van de eerste trucjes gaat doen, omdat een board vanzelf al ongeveer zo roteert. En een kickflip erbij toe te voegen niet per se heel moeilijk is. Wat er dan heel vaak gebeurt, als je het gewoon super random gaat doen, komen er hele andere trucjes zeg maar tevoorschijn die net niks zijn. Wij gaan vandaag dus wel gewoon een technische truc doen. Dat ga ik jullie dus nu leren. Voor een kickflip zet je je vingers meestal zo in het midden neer en doe je je wijsvinger iets meer naar de zijkant en sla je hem naar je toe, zodat je de kickflip maakt. Voor een treflip gaan we het toch iets anders aanpakken. Namelijk, in plaats van dat je je vingers dus zo hebt, zet ik mijn vingers iets meer schuin op mijn board, zodat ik ook met mijn middelvinger een rotatie kan maken, zodat we de 360 tegelijk hebben. Wat je namelijk doet, zodra je een kick doet, en meestal doe je dit random in het begin, dan ga je gewoon zo gekke trucjes proberen te doen. En soms dan lukt het ineens en dan heb je een lunge in hem en denk je, oh shit, ik ben een super goede fingerboarder. Maar dan doe je uiteindelijk eigenlijk helemaal geen truc. Maar wat wij dus doen, is we zetten het zo neer en zodra je de kick doet, haal je je middelvinger naar jezelf toe, waardoor je dus de 360 gaat maken. En je wijsvinger sla je van je af. Dus het is eigenlijk een dubbele beweging die je maakt. Waardoor je dus de treflip wel kan landen. En mocht het niet lukken in één keer, probeer dan eerst een 360 te maken met je middelvinger. En probeer hem dan natuurlijk ook te landen. En natuurlijk gewoon de kickflip elke keer, elke dag blijven oefenen, elke keer blijven doen. Waardoor je die gewoon on the regular hebt. Dan heb je de treflip. Maar wat doe ik als ik in de lucht zit? Ik heb hem met mijn middelvinger naar me toe gehaald en mijn wijsvinger van me afgehaald. In plaats van dat je gewoon de ollie-beweging zoals dit zou doen, doe ik eigenlijk dit met mijn vingers. Voor de 360 en voor de kickflip doe ik mijn hand eigenlijk scoopen. In plaats van zo kicken of voor de kickflip doe ik eigenlijk alleen scoopen. Laat ik het boordje de beweging maken en land ik hem weer. Ik zal het heel even heel overdreven doen. Hij landt nu gewoon al perfect. Het springen heb je compleet en dan het landen nog. Het landen is gewoon een stukje timing en wat je kan doen daarvoor is je hand er gewoon boven houden. Eigenlijk wat ik doe is, ik gooi hem zo de lucht in, ik swoop hem en dan maak ik met mijn vingers deze beweging. Dus maak ik uiteindelijk de ollie af, maar in plaats van dat ik direct zo doe, doe ik dus eerst zo en dan zo. Zoals je kan zien, niet elke keer land ik hem perfect en dat is natuurlijk ook gewoon omdat ik ook nog steeds niet de beste fingerboarder ben. Maar ik ben er wel natuurlijk mee bezig en dit is hoe ik hem mezelf vooral heb aangeleerd. Ik heb al wat tutorials gekeken, maar ik heb ook tutorials gezien waarvan ik dacht van oké, ik doe een kickflip en een 360 en hoe moet ik mijn hand nou erbij doen dan? Dus ik hoop dat ik met die techniek jullie wel een beetje heb kunnen helpen. En voor het landen, omdat je een 360 maakt, je moet eigenlijk sowieso heel erg bezig zijn met hoe had je middelvinger je naar je toe haalt, omdat het is de ene keer ga je te ver, de andere keer ga je zeg maar niet ver genoeg. En dat is gewoon een kwestie van oefenen wanneer je voelt van oké, zo kom ik weer recht te landen. Dus probeer dan gelijk de truc nog een keer te doen en nog een keer, zodat als je hem dan elke keer weer goed landt, dan heb je hem op een gegeven moment gewoon vastzitten en dan weet je wat je muscle memory zeg maar en hoe je hem dan kan doen. Ja, en verder kan ik eigenlijk nog zeggen voor de treflip, probeer hem gecontroleerd te doen. En probeer zoveel mogelijk dezelfde truc elke keer opnieuw te doen.
Dus ja, meer is de treeflip eigenlijk niet. Het is een vrij simpele truc als je de andere twee trucjes ook goed kan. Het is alleen lastig om hem consequent te landen. Althans vind ik, wat mijn tip daarbij is blijf vooral oefenen en blijf het vooral herhalen. En helemaal als het je wel lukt, blijf hem dan gelijk nog een paar keer doen. Zodat je merkt dat je het gewoon in één keer de volgende keer ook weer goed kan doen. Dat is voor de treeflip eigenlijk mijn tutorial. Het is niet per se heel anders dan een ander trucje. Probeer het gewoon wel echt consequent te houden en niet gewoon maar random te scoopen, want dan krijg je gewoon nooit de treeflip onder controle en dat is uiteindelijk wat we willen. Als je hem dan landt, dan is het ook satisfying om zo'n truc te landen en als je maar gewoon wat random aan het doen bent, dan is het, ja, toch, dan heb je toch een minder leuk doel, vind ik persoonlijk, want ik vind het wel echt leuk als ik iets in mijn hoofd heb van oké, dit wil ik zo landen, om het dan ook echt daadwerkelijk zo te landen. Als ik bijvoorbeeld nu zou zeggen, ik wil een treeflip 50-50 op een rail, dan ga ik daar ook mee aan de slag. Want ik wil jullie laten weten dat het echt heel leuk is om, als jij in je hoofd een trucje hebt die je graag wil doen, en dat zou ik pas doen trouwens als je een paar keer de treeflip hebt geland of de kickflip of whatever. Als je dat dan eenmaal lukt, pak een obstakel en denk dan, oké, ik wil een treeflip 50-50, dus dat is alleen op je trucks zo te landen en dan weer eraf te gaan. Probeer dat dan totdat het lukt. Dan ben je echt aan het oefenen. Dan ben je echt aan het leren. Weet je wat? We gaan het gewoon even doen ook. Yes, hier heb ik dan de rail. En met die rail kan je eigenlijk heel goed trucjes leren. Namelijk, wat je heel goed kan leren met de rail is het uiteinde van een trucje. En dan bedoel ik de landing. Want wat ik heel vaak heb en wat waarschijnlijk jullie ook heel vaak hebben, dat als je een kickflip of een ander trucje doet, dat je hem niet helemaal lekker landt. Dat je net naar voren gaat, net naar achter gaat. Misschien land je hem wel zo. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want je wil gewoon in één lijn een trucje doen. Dus dan doe je een kickflip en dan land je hem en dan wil je gewoon in één rechte lijn terug kunnen. Ik kan daarvoor een rail heel goed aanraden. Het is wel super moeilijk, want wat ik dan probeer te doen is een trucje en dan probeer ik hem 50-50 te landen. Dit betekent namelijk dat je precies recht hebt uitgevoerd en dan probeer ik dat namelijk nu ook dus met de treeflip te doen. Dat is een tip die ik nog kan meegeven voor de landing. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Thanks voor het kijken. Laat even weten of het nu wel lukt. En mocht je nog meer tips nodig hebben, laat het dan ook weten en welk trucje ik de volgende keer moet doen. Thanks voor alle support. Ik heb 100 abonnees in de laatste 2 weken erbij gekregen. Echt super vet. Super bedankt aan jullie allemaal. Thanks voor alle support en de likes. En dan wil ik het ook gewoon net zoals nu en als altijd zeggen. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.